ben operationeel directeur bij Staffing Management Services. Dus ik help opdrachtgevers in ieder geval bij het opstarten van het project. En met name ben ik gericht op in ieder geval de back-office processen rondom het betalingen, facturatie en het afwikkelen van het gehele proces. Native helpt ons om het proces aan dienstverlening dat wij bij klanten neerleggen, om dat te ondersteunen. Het voordeel van Native voor ons is dat het vanuit het aanvraagproces tot en met het betaalproces, dat het daarin geregeld is. En helpt ons in ieder geval om structuur te brengen bij de klant en opdrachtgever om daar het inhuurproces rondom flexibele arbeid goed in te regelen. Het is een SaaS-applicatie, die betekent overal toegankelijk. Dat betekent dat de opdrachtgever, de leverancier, maar ook wij niet afhankelijk zijn van een eigen IT-omgeving. Native heeft het doorontwikkeld, waardoor er veel notificaties gestuurd worden, waardoor je minder contacten direct hoeft te onderhouden met leverancier en opdrachtgever. Maar dat het proces zichzelf leidt. En dat ontzorgt de opdrachtgever en dat helpt ons in ieder geval in onze dienstverlening. Nou, MIS is altijd in ontwikkeling. Hè. De klant die gaat ook voort, wij gaan ook vooruit. Dus de technologische ontwikkelingen rondom communities zien wij als een speerpunt. Wat wij ook zien is dat de koppelingen met andere systemen, dat een heel hot item is. Van goh, het systeem is niet heilig. De klant heeft ook vaak een eigen omgeving waar gebruik van gemaakt wordt. Waar een soort interfacing tussen moet komen. De ontwikkeling met LinkedIn en andere social media zie je steeds meer de kop opsteken. En daar willen wij graag op inhaken. Dus daar denkt Native ook over mee. Dus,